allemaal, welkom op Fem. Normaal gesproken laat ik jullie natuurlijk een tutorial zien. Of een DIY, of een iets anders wat met make-up te maken heeft. Maar vandaag ga ik jullie een vlog laten zien. En die vlog is namelijk van de afgelopen Beauty Gloss Party, de zaterdag editie. Waar ik samen met mijn mede-Fem-leden aanwezig was. Nu was Masha natuurlijk ook, maar in deze vlog zie je daar niet zoveel voorbij komen. Het komt eigenlijk vooral omdat Masha natuurlijk super druk was. En dat gunnen wij er ook. En we zijn ook echt allemaal super trots op haar, sowieso. En we zijn allemaal nog steeds helemaal flabbergasted eigenlijk van hoe geweldig de party in elkaar zat. Alles was gewoon echt top geregeld en iedereen was super lief voor elkaar. Meisjes zagen er echt geweldig uit. En we hadden van tevoren dus afgesproken dat iedereen die dag zou gaan vloggen. Zodat we uiteindelijk een hele mooie gezamenlijke sfeervideo slash vlog zouden hebben van de dag. En uiteindelijk waren we allemaal zo overdonderd door alle aandacht en foto's en handtekeningen uitdelen, noem maar op. Ja, door jullie lieve dingen eigenlijk, lieve woorden. Dat de vlog eigenlijk één grote chaotische rommel is geworden. Maar ach ja, het is uiteindelijk nog een superleuk sfeerbeeld geworden van hoe onze dag eruit zag. En misschien zie je jezelf toch wat terug. En, ja, ik wens je heel veel kijkplezier bij de video. We staan in de Bijenkorf en we gaan zo naar de party. Ja, we zijn met Charlotte en Sharon. Hoi! Ja, laten we maar gaan. Let's go!
Ik vond het echt super leuk om jullie allemaal te ontmoeten. Echt heel erg lief dat jullie allemaal naar ons toe kwamen. Ook met ons op de foto te gaan. En dat jullie eventjes jullie gezichten hebben laten zien. Dat is voor ons ook een hele leuke dag. Om jullie natuurlijk te zien. Maar ook gewoon omdat Masha een ontzettend leuk event heeft georganiseerd. En dat we heel erg trots zijn op haar. Want dit is gewoon natuurlijk, ja, iets groots. En Masha heeft het gewoon allemaal zo goed gedaan en geregeld. Dus daar zijn we allemaal heel erg trots op. Ik ga nu lekker naar huis. Ik ben echt helemaal stuk. Dus een dikke kus voor jullie allemaal. Mwah. Hoi allemaal, we zitten op dit moment bij een sushi restaurant omdat we echt gesloopt waren. Laat ik dat even vooropstellen. Ik ben echt kapot. Het was een geweldige dag, maar ik ben echt super moe. En we wilden echt even sushi eten. Dus vandaar dat we nu dus ook bij een sushi restaurant zitten. Sushi! Yay! Echt zin in. Het restaurant heet Genroku. Hoe je het uitspreekt weet ik niet, maar het is echt een geweldig sushi restaurant. Dus mocht je op zoek naar het sushi restaurant op de Dam, moet je echt even hier naartoe gaan. Lekker centraal en echt geweldig eten. Zeker. Hoi allemaal, het is echt nu bijna 12:30 volgens mij, lekker laat. We hebben het vrij laat gemaakt, want ik, Jamie en Charlotte zijn nog even sushi gaan eten. Manon niet, die moest eerder naar huis toe, dus die kon helaas niet mee. Maar we hebben het echt super gezellig gehad. Om nog even bij te praten, even alles af te sluiten, dat is echt super leuk. En ja, ik wil jullie gewoon heel erg bedanken voor de leuke dag. Voor de mensen die hier zijn geweest, echt gewoon top. We hebben ons allemaal super goed vermaakt. Ik vind jullie echt super lief. Laat ik dat even voorop stellen. De mensen die op de foto zijn geweest, echt allemaal super leuk. Sorry als het niet is gelukt, maar er waren gewoon zoveel mensen dat het gewoon waarschijnlijk niet eens mogelijk was om met iedereen op de foto te gaan. Dus ja, ik vond het echt geweldig. Ik denk dat iedereen zich echt super goed vermaakt heeft. En ik hoop dat jij ook een leuke dag hebt gehad, mocht je erbij geweest zijn. En Masha, groot respect. Echt waar. Wij als fam zijn echt super trots op je. En dat was de afsluiting van de vlog. Dus heel bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer.